jouw nek. Dat meen je niet. Ik kan toch niet op tafel staan? Dat mag niet. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Elena. Mijn naam is Eleonore. Mijn naam is Laura. En vandaag gaan wij tegen deze drie kinderen alleen maar ja zeggen en eigenlijk niet dat. Want de challenge is wie het langste ja kan zeggen, die wint. Dus we mogen wel elk moment nee zeggen, maar dan verliezen we. Inderdaad. Hou jullie in, please. Ja. Hou jullie in. Niet te vriendelijk zijn. We zijn er niet begonnen. Jullie gingen al vragen stellen. Nee. Ja, ze hebben er heel veel zin in de video. Ze zijn er al heel de dag. We willen dat jullie altijd ja zeggen. Maar de challenge die start pas vanaf nu. Oké. Nee, kijk, maar dat is echt niet tof. Eerst iets anders. Voor hoeveel likes gaan? Nog even tijd trekken. 18.335. Oké, mooi. En nu zijn we begonnen aan de challenge. Oké, Celine. Waarom is Wil je op tafel staan alsjeblieft? Ja. Je vraagt het wel lief. Ja, wel. Ik kan toch niet op tafel staan? Dat mag niet. Oh nee. Zei je nu net? Nee, dat was oh nee. Ah, zei je nu weer? Ja, okay. Dat is niet tegen Nee, het is niet je mag geen zeggen of je mag geen nee zeggen. Ja. Het is gewoon we moeten alles doen wat zij zeggen. Ah, zijn jullie blij nu? Ja. Jee, we hebben drie kinderen blij gemaakt. Jee. Zou jij 10 keer willen pompen? Oh, goeie. Met de goeie. Ja. Willen jullie mee pompen? Nee. Dat is ook duidelijk. Nee. Kom op, hè. Oh, ze zijn aan het bespreken. 1, 2, 3, 4. Wat zijn jullie aan het bespreken? 5, 6, 9 en 10. Oh. Dat hebben we door. Sorry, ik wil je helpen. Oh. Kunnen we je gezicht zien? Waar is je gezicht? Oh, je bent al helemaal rood. Ai. Zijn jullie blij? Ja! Goed zo. Sorry, maak een snoepje alsjeblieft. Ja! Oh, goed. Dankjewel. Ik wil eitjes. Nee. Eitjes? Grapje. Grapjes. Ik tegen mij. Dus jullie is gewonnen. Ding. Hebben jullie nog vragen of is het even oké geweest? Oké, Peter. Zeg, Celine, wil je hier blijven? Wil je hier blijven, Celine? Ja. Mijn garme. En drinken, hè? Zou je naar het toilet willen? Ja! Hoezo? Je mag... Dank u! Jullie gaan naar het toilet gaan staan. En jullie zeggen, Celine, mag jouw deur open terwijl je op het toilet zit? Nee. Dan moet ze sowieso zeggen, ja. Celine, mag jouw deur openen terwijl je op het toilet? Ze zit boven op het toilet. Go. Celine? Ze zit hier niet. Celine is weg. Waar is Celine? Ze is terug naar 1996. Hey, kom naar beneden, ik heb ze gezien. Die deur ging net dicht. Echt waar. Daar zit ze dus. Ik was gewoon even aan het chillen op de tafel. We hebben Celine teruggevonden en Trixie ook. Die oortjes zijn altijd zo schattig. Zacht, ja. Hè? Ze is zeker schattig. En bruin. Ja. 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 Hebben jullie nog vragen ondertussen? Of? Ga je eens in de goal staan, alsjeblieft. Oké. Okay. Ja. Michiel? Ja. Ga jij kort je trap doen bij mij, bij Celine? Ja. Nee. De vraag is gesteld. Oh ja, ik moet ja zeggen. Zelf al hebben jullie ruzie, moet ik ja zeggen. Wacht, ik ben even niet meer mee. Wie moet er kontje trap krijgen? Alle twee. Michiel. Ja, Michiel, dat was duidelijk. Ja, okay. Dus maar wacht. Michiel in de goal en ik trap. Kunnen we 10 seconden terugspoelen? Michiel. Ja. Ga jij kontje trap doen bij mij, bij Celine? Ja. Ja? Wie op de camera? Ah, dankjewel. Nee. Moet erop zijn. Ja, serieus. Nee, wat? Nee, moet erop zijn. Wisselen? Ja. Nee. Jullie zijn ingewikkeld. Ja, nee. En wat wordt het? Wij gaan het. Ja, wij gaan het doen bij jullie. Maar wie? Jullie kunnen niet met 3 op 1 bal schieten, toch? Om de beurt. Ja. Alle 3? Ja. Ja. Oh, nee. Dus erop, hè. Dat was mijn been. Blijven staan. Ik ben vrijgesteld, toch? Nee. Wat? Oké, okay, ja. Celine maakt haar eigen regels vandaag. Oh, Helena gaat trappen. Auw! Niet altijd aan Celine. Echt, hè? Laura, mik naar rechts. Ik ga proberen. Sorry. Apology not accepted. Ik heb nog nooit zo gefilmd. Dat was de rechtstoppen! Zijn jullie blij? Ja. Ah, zo goed dat wij jullie zo blij maken. Ah, nog een vraag. Stel maar.
Michiel, wil je twerken? Wat? Wat is dat? Ik heb geen idee wat dat is. Ja, ja, ik wil dat doen, maar ik weet niet wat het is. Twerken. Ah, oké. Okay. Bedankt om het voor te tonen. Trixie, dit zijn schokkende beelden. Niet kijken, hoor. Shake. Wil je een ratslag doen? Ja, kijk. Ze hebben wel een fun in kijk deze video. Ik we zitten hier bij acrobaten. Dat sparen jullie echt nog, hè? Ja! Zo. En dan. En handen schuin. En je benen strekt. Ja, ze heeft het wel geprobeerd. Michiel ook. Ja. Michiel kan dat wel. Nee. Maar Michiel moet handen. Dubbele salto zeker. Nee. Dit moet Michiel doen. Oh, ja, dat was mooi. Oh. Mike is in jouw nek. Dat meen je niet. Ja. Dank u. 12 seconds later. Hoe is het daarboven? Droog? Ja. Oh. Wild. Céline zou al lang zeggen, ga mij eraf. Ik ga op de grond. Al die stunts. Moet je handen staan tegen de muur doen? Maar ik kan dat niet. Probeer het dan. Maar kijk. Ik heb slechte kleren aan. Maar snap je de challenge niet? Jawel, maar ik moet toch ook mijn eigen veiligheid. Oké, dan moet je nee zeggen, is de video gedaan. Ah! Dit is wel een handenstand, toch? Ja, geslaagd. Ze staat op haar handen, dat is al iets. De Schuinebrug. Gaan we gaan shoppen? Ja! Dat ben ik leuk. 5 minutes later. We zitten in de auto, want we gaan shoppen! Vind je wij de leukste van de drie, Céline? Ja. En wij dan? Vind je ons alle drie de leukste? Ja! Oké, dat is beter. Goed? Ja. Aangekomen aan Torfs en ik ben benieuwd wat jullie gaan shoppen. Ik ben ook benieuwd. Matching outfits. Ja. Oh. Ja. Okay. Met Céline. Met Céline alleen? Ja. Ja, met jou. Ik denk als het met Roos is, ik denk niet dat je dat... Nee. Oké. Dus mag ik blijven zitten? Ja. Oh, dankjewel. Mijn eerste positieve... Ja. Rust maar. Rustmomentje. Ja. We zijn in de winkel en ja, ze hebben hun favoriete standje al gevonden, namelijk Semi. Wauw, mooi. Die mooi. Ja, die zijn echt net helemaal nieuw. Nieuwe collectie, dus we kunnen een keer kijken. Wat is je maat? 35 of 34. 35 zie ik daar al. 40. Welke jij? 40? 40. Oh, die 40. Die zijn van onze collectie helemaal mooi. Nieuw. Die ook. Deze boven ook. En ja, inderdaad. Was dat die? Ja, dat waren die. Ik heb altijd stress waar ik ga kiezen. Oh, Harme. Neem je tijd. Doe op je gemak. Ik vind deze wel echt mooi. Ja, ik vind die ook dit wel leuk. Dit is een optie al. Een optie. Oké. Okay. Ja, je kan rondkijken. Hè. Ik heb nog geen pul daarvan. Heb je nog geen pul? Nee. Ja, ik zeg ja. Hè. Dus als je die wil, dan zeg ik nee, ja. Nee, niet meer. Ja, ik vind het wel mooi. Zie je, die. Wil je die? Ja. Dan zeg ik ja. Helena heeft haar schoen aan en hoe zitten ze? Goed. Goed? Goed van maat. Ja, even springen. Oh ja, we moeten direct getest worden van de glijbaan. Een maat groter. Een maat groter? Ja, oké, dat is goed. Dan gaan we een maatje groter gaan. Oei. Roos of paars? Laat het weten in de reacties. Welke kiezen jullie? Ik vind roos mooi. Roos, paars? Oef. Ik roos dan. Goh, ik vind het moeilijk, maar ik denk dat ik toch... Nee, ik kan niet kiezen. Ik kan echt niet kiezen, sorry. Ik ga roos nemen. Roos? Oké, het staat je wel supermooi. Céline. Ja? Ik ga dat niet... Roos staat me echt niet goed. Nee? Sorry, maar ik vind nee. Dat we het wel een keer moeten zien. Ja, bij jou, ik ga het roos. Wel passen, maar ik denk dat dat mij niet gaat passen. Want ik vind het supermooi. We gaan kijken. Ja, kijken. Ik ga kijken. Ik wil wel eens passen. Daar is een paskamer. Oké, ik moet eerst voor de schoenen kijken. Kies maar, ik kan al passen. Ja, ik ga ondertussen. Ja. Jij vindt die mooi? Ik kan ook wel zo'n groene, hè. Ben je nog steeds met je schoen bezig? Ja. Wat is er? Wat is er? Vertel. Te klein. Te klein, maar dan moet je maat groter, hè? Ja, maar die hebben ze niet zo sterk. Nee, dat is waar. Of dan ga ik deze pakken. Het zijn jouw schoenen, hè? Jij mag kiezen. Niet. Ik zou die doe schoenen... ze een keer aan, dan kan je die, kijken. Die schoenen is super mooi, maar die heeft ze. Ja, die heeft ze zo al. Hè. Ja, die zit echt goed. Zit die beter? Ja, die zit veel beter. Eleonore roept mij. Ja, oh. Wauw. Ja, ik vind roze wel mooi bij Laura. We gaan eens kijken. Dit is het shirt. En eerlijk, roze staat je wel, hè? Ik dacht echt dat dat niet bij mij stond, maar. Ja, ik vind het wel. Wat vinden jullie? Ja, en eigenlijk, ik kan niet anders dan ja zeggen, hè. Dus ja, het staat zo. A few moments later. Oké, dus we hebben een trui, een pet, een trui, een schoenen, t-shirt. Wil je van de glijbaan? Oh, ja.
We staan aan de kassa en ons semi-doeboek staat hier ook. Heel leuk. Ik zie jullie gezichten kijken. Hebben jullie een vraag? Ja, ik wil dat. Oh, je wil dat? Ja. Een wit semi-doeboek. Ja, 3 semi-doeboeken erbij alsjeblieft. We zitten in de volgende winkel. En ja, kijk maar rond. Hè. Ik heb een vraag, mag ik filmen? Oh, ja, je mag. Oh. Kijk. De meisjes zoeken dus een shirt. Oh, wow. Dat ze kunnen matchen. Moeten jullie passen? Ja. Ja, oké. Okay, naar de paskamer. Let's go. Wat heeft Helena gezien? Oh, juwelen. Ja, alle 3 hetzelfde bandje. Oh, ze hebben matching kettingen. Dat past mooi op die shirt ook. Ja, echt, hè. Amai, stiliste. Mogen we dit? Ja. Ga maar passen eerst. De meisjes zijn alle 3 klaar. Jullie mogen in 3, 2, 1... Oh, jullie matchen. Wauw, ze kijken naar hunzelf in de spiegel. Ja, het ziet er wel goed uit. Ja, maar de armbandje... Of ja, ketting kunnen jullie nog niet passen, inderdaad. Celine, wil jij ook iets? Dezelfde ketting of zo? Ja, of... Als ons? Ja. En nu nog voor Michiel. Michiel met een ketting. Ja? Joehoe. Bedankt. De airco staat heel luid. Celine is onderweg. Maar de kinderen hebben net aan mij gevraagd om niets te zeggen tegen Celine. Dus dan ga ik dat ook doen. Ja. Alsjeblieft. Dank je. Heb je veel gekocht, ja? Ja. Hoeveel? Veel. Alle 3 dezelfde t-shirt. Alle 4 dezelfde ketting. En ze hebben echt veel van de dors. En hoeveel kost het? Dat wil je niet weten. Dat wil ik niet weten. Weten de kijkers het al? Nee. Enkel weer. Hoeveel was het? Alles in totaal? Het was... Ah ja. Is dat een vraag voor mij of? Ja, voor jou. €300. Nou, wat is er hier aan te gebeuren? Jullie hebben allemaal een lach op jullie gezicht. De lucht is mooi, ja, we hebben er 2. Ja. Wat is er? Mag je niet praten? Proberen jullie mij uit de challenge te krijgen? Nee. Wat doen jullie daar op de achtergrond? Je zei toch dat we een vraag moesten stellen naar Michiel? Ja? Dat hebben we ook gedaan. Oh, nee. Moeten we mij negeren? Ja. Oh! Okay. Ik zie je graag. Michiel, wil je weer babbelen? Ja, ik wil weer babbelen. Mag ik ook tegen Celine babbelen? Ja! Oké. Okay. Ja, ik moest jou dus negeren. En ik moet ja zeggen, dus dan moet ik dat doen, hè. Zo start van jullie! Wat hebben jullie allemaal? Ja, kom maar, Michiel. Een ketting? Semi-petten, ja. Semi-doeboeken, semi-schoenen, shirts. Oké, jullie zijn enorm verwend, ik zie het al. Wat is er? Ik ga het vragen aan Celine en aan jou. Oké, vraag maar. Maar willen jullie allebei jullie handtekening daarin zetten? Ja, dat is de makkelijkste vraag van vandaag eigenlijk. Voilà. Jullie hebben alle 3 een vraag. We beginnen bij de kleinste. Mag ik straks modeshow doen? Modeshow, ja. Mag ik straks zwemmen? Ja? Dan mogen we straks pizza eten. Pizza? Ja. Ja! Nee, dat is niet hetzelfde, hè. Wat? Wat wil jij eten? Pizza. Wat zei je? Ja, maar dat is weer... Jij zegt ook pizza. Ik zeg pizza. Ja, jij zegt pizza inderdaad. Maar waar halen jullie die thee? Pizza? Ja, waar halen wij die thee, Laura? Daar heb je punt. Daar heb je punt, dat is waar. Maar waar halen wij die thee? Pizza. Maar dat is gewoon zo geleerd, pizza. Ja, nee. Vanaf nu? We hebben dat verkeerd geleerd. Ja. Oh. Maar Laura, als jij nu zegt Celine, kan je vanaf nu pizza zeggen? Dan ga ze dat zeker doen. Celine, kan jij nu vanaf nu pizza zeggen? Oh, dit vind ik wel. Doe het. Doe het. Doe het. Doe het. Doe het. Pizza. Ja! We hebben de eerste modeshow, het model. Kom maar! Hola. Oh, 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 oh. Wow. En hier gaan we naar de tweede modeshow. Oh, in de wind. Ja, je hoort waarschijnlijk alleen maar wind, maar het ziet er heel goed uit. Later. Oh, la 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 la. Salami. Oh, ja. Waar is Laura als we ze nodig hebben? Ah, nee, dat is mijn. Niet te veel commentaar, hè. Laura, ben je blij? Ja hoor, thanks.
Oh, ik wil jouw reactie zien als je jouw pizza ziet. Smakelijk, hè? Ben jullie alle ui aan het afnemen? Oh, gaan jullie samen springen? Is het warm? Ik heb die ketting nog aan. Michiel, wil jij dit van de pizza's op je vinger doen of gewoon in je bot spuiten doen? Sorry, maar ik versta jou niet. Ga jij dat? Die ja, ik had het verstaan. Ja, ik zal op het doen. Op jouw vinger doen en ja, doen. Ja, ja. Allee. En Celine ook? Nee. Maar, Celine moet zwemmen. Ja! Oh. How could this happen in me? Je hebt net je haar gedaan, je hebt geen zwemriem bij. Zou ze nee zeggen? Oh, ze is wel aan het twijfelen nu. Ja, nu ben ik echt aan het twijfelen. Michiel moet als eerste. Ja. Jij niet. Elke keer als je lief kijkt, geven ze toe. Dat is echt niet oké. Ik zal beginnen met de hot sauce. Ja, oké. Pikante saus op Michiel zijn vinger. Eeuw, oké. 3, 2, 1. Ah. Is het pikant? Nee, het is wel echt veel, man. Normaal op de pizza doe ik dat wel. Dus ik kan er wel tegen, maar zo gewoon. Puur is iets anders. Helemaal zijn wel echt kegelen zijn, maar we gaan ze niet op ideeën brengen. Nee. Daar in de verte loopt ze nu. Ze gaat het toch doen. Kom maar springen. Kom maar springen. Ja. Yeah. Ze heeft het gedaan. Celine is echt een magneet. Nu is dat warm, hè? Ik denk dat ze vergeten zijn dat ik ook in het zwembad moet. Dus, zijn jullie klaar voor de volgende locatie? Nee. Oeh, nee. Ik wil niet naar daar. Je wil niet weg? Wat? Giel, kom jij erbij? Ja! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ga je met ons in het water tikkertje spelen en jij bent hem? Ja. Hoe lang ga ik dit nog volhouden? Dat is de grote vraag. Dus ik moet zwemmen en tikkertje spelen. Welkom in de jungle. Ja. Oké, het was tikkertje tikkie, maar je mag niet terug tikken. Nee, je mag niet terug tikken. Mag je terug tikken? Maar wacht, oké. Okay. Oh. Nee, die hyped zijn. Ze zijn hyped. Oh, ze is weg. Tikkie, jij bent... Mag ik echt niet terugtikken? Nee. Ja, dat mag wel. Ja, jij mag kiezen. Ah, ja, ik moet ja zeggen, dus ja, je mag terugtikken. Haha, maar die camera is nat. Ja, is geen goed idee. Nu moeten we wel echt naar de volgende locatie, hè. Ik zit in het zwembad. Ik heb kans. Ja, oké, dat is waar. Ja, kom, hoorah! Jij bent nog één keer de tikker. Ja. De tikker! Ik ga even snel voor de kut. En tot de tijd van mijn tussen. Ondertussen zitten we in de auto, kunnen jullie zien. En we zijn op weg naar de speeltuin van Helena en Eleonor. Oké, Michiel, ik heb nog een challenge voor jou. Ja. Dus ik weet dat je altijd met fans op de foto gaat. En nu mag je dat voor één keer niet doen. Oh! Die is echt erg. Ik ben blij dat ik die challenge niet kreeg, want ik zou niet slagen, denk ik. Ja, ik ga de challenge aan. Oh. Maar dat is gewoon om jou te laten winnen. Oh. Oké. Partijdigheid tot en met. We zijn dus net binnen in de speeltuin. Er zijn nog een aantal kinderen aanwezig. Als straks iemand langskomt. Dit wordt echt. Dan is de challenge gedaan, hè. Het is daarom dat ik het vraag om het moeilijk te maken voor jullie twee. Alles goed. Wil je een knuffel hebben? Ga jongen, kom maar. Mag ik ook een knuffel van jou? Je hebt net heel tijd gespeeld, hè? Nee, we hebben wij samen gedaan naar de première geweest, hè? En met wie wou je dan op de foto? Maar wat met wie ben je op de foto? Maar alleen Celine wou hij op de foto. Maar nu kunnen we wel op de foto. Nu is het rustiger, hè? Maar met mij heb je al een foto, hè, van op de première. Dat is maar goed, maar samen, hè? Ik kan echt geen nee zijn, dus ik ga het gewoon doen. Ik moet brengen naar het toilet. Dat ik, nee, oké, doe maar. Doe maar. Dankjewel. Super! Mission failed. Wat is er zojuist gebeurd? Blijf een foto. Michiel ligt uit de challenge. Celine wint deze challenge. Let's go! Maak een foto met jou en Michiel. Zeker! Zeker! Hey, de challenge is toch gedaan. Ja, je krijgt al 700 foto's van mij. 700. Is goed? En ben ik bij jou op de foto? Oh. De
belangrijkste vraag is, vonden jullie het een leuke dag? Ja. Ja? Ja? De laatste ja? Ja. Oké, okay, ik vond het ook wel een leuke dag. Redelijk vermoeiend, maar wel leuk. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Amai, dat was weer een voice crack. Als ik moe ben, het wordt erger en erger. Wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! En voor de mensen die nu nog kijken, reageren ja? Ja. Toch? Ja. Ja? En Tikkertje en Verstoppertje zullen we nu nog spelen. Ja! Omdat jullie zo flink geweest zijn. Wat? Ding, 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 ding.